Dit is een verlaten boerderij met daaraan vast een watermolen. En deze watermolen dreef binnen alle machines van de boer aan. De boerderij met watermolen zou nu verlaten zijn. Dus gaan Tobias en ik deze vandaag bezoeken. Na de avontuurbus een stuk verder geparkeerd te hebben, kwamen we bij de boerderij aan. Deze mensen kijken niet naar buiten, denk ik. Als die auto weg is, is het helemaal mooi. Ik moet even mijn veten strikken. Ah ja, is goed. Doe ik hier even. Ja, altijd die veten weer, hè? Is het vrij van auto's? Ja. Ga maar. Zijnig. Hier hangt de kettingslot aan de deur. Oh ja. Zal ik de code kraken? Ik ga de code kraken, oké? Ik heb dit geleerd op YouTube. Ja. Oké, dat is goed. Maar zit hier niet echt op slot trouwens? Ja, deze zit wel echt op slot. Hangt hij er niet gewoon overheen? Nee, deze zit er wel doorheen. Deze niet. Ja, hangt hij ook geen slot? Ja, dat is toch dicht. Ja. Oké, laten we verder kijken. Het is nu dus even een ingang zoeken. We zijn op het terrein bij de watermolen. Maar mijn hart klopt in mijn keel. Ja, het is spannend. Nieuw cijferslot op die ene deur. Wauw, kijk dan. Dit is hier aan de buitenkant zit dus die watermolen. Oh ja. En dan hier deden ze dingen met graan. Kijk, hier zo kwam dan graan vanaf boven. En dat werd hier dan gemalen en in van die zakken gedaan. Hier hebben we dus alle apparatuur die ze gebruikten. Kijk, misschien deden ze dat dan verpulveren, zodat de dieren dat konden eten. Want daarachter zit de watermolen aan de buitenkant. En die draaide dan met al die tandwielen dit helemaal aan. Maar dat luikje ging dan open. Ik weet niet of er wat in zit. Kun je hem eens voorzichtig open doen? Dit luikje? Ja. Kijk, daar kwam dan gemalen iets uit. Zit er meel in of niet? Nee, volgens mij zit er papier in. Oude kranten. Maar dat werd natuurlijk dan boven vermaald. Oh ja. Zoals boven kijken. Ja. Want daar moet de maalmachine dan zijn. Daar is een trap. Oh, die had ik nog niet eens gezien. Gadverdamme, kijk wat daar hangt. Gadverdamme. Huh? Kijk met zo'n ding door zijn neus. Gadverdamme. Hey, oude wastrommel. Vroeger moest je zo je was doen hier. Kijk, zal ik eens laten zien hoe dat werkt? Ja. Oh, er ligt ook nog kleding in. Kijk, ik heb hier dus een theedoek. En als je hier overheen kijkt, dit is een bord. Kijk, deze is hier zo in die bak, zo. En langs dat bord deden ze dan die theedoek. Uiteindelijk was die theedoek dan droog, of nat bedoel ik, en klaar. En dan deden ze dat zo hier doorheen. Het water viel dan weer zo terug. Dan draaien ze dit zo. En dan draai je dus heel die theedoek droog. En dan kon die zo weer terug en weer verder. En uiteindelijk had je dan zo een droge theedoek. Zie je dat of niet? Kijk. Yo. Dit is een kruisboog. We kunnen ermee schieten. Nou, ik ga wel hier staan. Nou, dat is wel een anticlimax. Hij doet het wel goed. Hij doet het niet meer. We hoeven niet bang te zijn dat we beschoten worden. Maar die eigenaar had dus een kruisboog. Strappen. Oh, kijk al die hoeven op de muur. Wow. Oh, dit is echt die molen inderdaad. Nog meer verdiepingen. Ja, daar zou ik niet te hard aan trekken aan dat touwtje. Ik weet niet. Oh, dan gaat dat luik open. Denk ik. Gaat misschien het luik open inderdaad. Ja, dan heb ik straks ineens een blok beton op mijn hoofd. En daar heb je een steen waarmee ze dan konden malen. Die stenen deden ze dan boven elkaar zetten. En de molen deed dan die onderste steen laten draaien. En de bovenste niet. En zo werden de dingen gemaald. En hier heb je nog andere maalmachines. En daar staan die bakken onder. En vanaf daar werd het aangedreven. En achter jou kwam het naar boven. Zie je? Zo'n balk. En dat ging aan alle kanten op. En dan ging alles draaien. Waaronder ook hier eentje. Die zo loopt. En die gaat volgens mij daar zo naar de muur hiernaast. Misschien naar het huis. Want daar zal je iets van een huis naast zitten, denk ik. Ja, ze moesten ook dingen wegen. En allemaal weegschalen. Wat dingetjes voor de koeien. Die oren dingetjes. Hier had hij dan een bord waar die al ze misschien overleden koeien. Deze koeien kwamen allemaal uit Antwerpen. Antwerpen. Tegenwoordig is het gewoon allemaal plastic, maar dit is gewoon nog metaal. Ja. Wow. Dus dit was het bord waarmee die ze overleden koeien eerden. Ja. Ik snap er echt niks van. Ik word echt gek. Nee, dan hier dan zo'n heel primitief lampje opgehangen. En niet over dat luik heen lopen hier trouwens, want hier is dus ook, kijk, een luik. Dus lig je zo meteen beneden. Daar. Oei, oh ja, daar ook. Ja, ik hoor echt allemaal geluiden, ik word echt helemaal panisch. Ja, je wordt heel panisch. Helemaal panisch hier. Wat ook dit is, een soort van wezen met een paardenstaart eraan. Een plumeau van vroeger. Om stof weg te halen. Ja, vet. Oh, dit zijn inderdaad die weegschalen, dat zijn die bakjes, wat gaaf. Ja. Ook hier aan het plafond eentje. Hier heb je ook een weegschaal trouwens. Ik ken deze.
Hier hing hij dan gewicht aan of zo en dan kon hij zo precies een kilo afwegen. Maar hier heb je dus licht en heeft hij dus nog twee extra lampjes aan een kabeltje bijgemaakt om een beetje extra, nog extra meer licht te hebben, zeg maar. Ja, maar dat is vooral, dan kan hij het goed beneden zien als hij zijn zeep laat vallen of zo. En boven. Ja, want hij heeft wel nieuwe verlichting ook later nog opgehangen. Ja, maar dit is nog vrij recent. Die TL-buizen. Ja. Wauw, kijk. Dat zijn die lampen vroeger die ze hier gehad hebben. Oh, kijk dit dan. Je zag hier beneden en je ziet trouwens ook hier, kijk. Hier heb je dus van die hele primitieve draadjes waar dan stroom doorheen liep om lampen te maken. Maar vroeger had hij dat dus niet. Kijk, maar vroeger had hij dus overal van dit soort lampen. En hier ging dan olie in. Hier kon dat dan zo open. En dan deed hij dit op een of andere manier omhoog en kon hij dat aansteken en had hij dus licht. En deze dingen hing hij dus overal en nergens om te kunnen zien in de avond. Als hij hier zo nog graan moest malen of iets, dan liep hij dus met dit soort lampen liep hij zo. Maar er staat hier zo onwijs veel trouwens. Oh. En kijk dit dan. Dit is een oud speelpaard van de kinderen van deze meneer. Die hebben hier vroeger dan zo opgezeten. Met echte tanden. En hier reden de kinderen dan mee. Ja, het rijdt nu niet echt meer. En dan deze kar. Daar gingen ze boodschappen doen. Of op de koffie bij tante Mien. Gingen ze zo. Nu heb je kinderwagen. Vroeger was het dit. Waarom dit allemaal op zolder staat? Holy shit. Kijk dit. Er hangt hier een varken. Oh, het is een knuffel. Ik dacht dat hier een varken hing. Maakt het niet minder eng of zo? Nee, ook met die bebloede doek erbij hier. Zo, hojo. Waarom hebben ze dit opgehangen? Ik ben wel echt blij dat we hier niet in het donker zijn. Ook hier, moet je dit zien. Hier heb je een dak. Een heel klein stukje dak. Staat dan deze pop. Met klompjes aan. Hallo. Welkom in mijn boerderij. Nou, dat is dan wel weer terug. Maar ook deze. Dit snap ik niet. Kijk hoe groot deze kar is. Moet je kijken hoe klein die trap is. Hoe hebben ze dit ding ooit op zolder gekregen? Hoe groot is dit? Hier. Ik kan hem wel optillen, maar hij is niet bepaald licht, zeg maar. Er is hier wel een raam achter, maar daar past hij ook niet doorheen. Hoe is dit ding hier gekomen? Nou, laten we naar beneden gaan. Ik wil het huis zien. Want hoe zou deze man wonen eigenlijk? Ja, niet. Ja, hiernaast is zijn huis. Ja, ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd. En flink wat gaten in de grond. Gadverdamme zeg. Ja, ik hoop niet dat hij dat in zijn woonhuis ook heeft. Nee. Burp, burp, burp. Weet je wat ik hier niet hoop dat er gebeurt? Ja. Dat we betrapt worden. Ha! 10 euro. Dan is hij verkocht. Ja, dan heb ik een trap verkocht. Oh. Leuk, hè? Hé, hey, andere kant op. We moeten nog naar de woning. Oh, dat is daar? Ja. Oh ja, tuurlijk. Nou, het huis. De post is al, zoals ik zie, al een tijdje niet meer opgehaald. Wel gelijk een weg naast. Een raam. Best wel drukke weg. Ik denk dat ik een klein beetje in het zicht moet blijven. Ja. Oh, dit is allemaal Russisch. Jij kan Russisch, toch? Ja. Wat staat er? Ik kan het vertalen trouwens wat er staat, want ik ben nu wel heel erg benieuwd. 12 maart overleed een van de grappigste schizofrene schrijvers van de moderne tijd. Druk alles deze wereld ging door, behalve wat overbleef. Ja. Nou, mooi. En dat in het Russisch. Interessant. En een kelder, maar die staat onder water. Nou, je wil ook niet invallen. Dit is de grote keuken. Hier kookten ze. En een koelkast daar zo achter. Wow. Er staat wel saus op. Wacht. Pita. Heeft iemand hier knoflook lopen? Nou, het is de tijd voor. Wat zit er in de koelkast? Kijk, leuk sticker. Wat zit er in de koelkast? Ah, oh, godverdamme. Kijk, een toetje. Nog meer saus. Een bakje met een beetje maaltijd nog. Dat en hier zo ook. Onder. Terwijl allemaal schimmel. Oké, okay, ik doe hem wel snel weer dicht trouwens. Ja, we hebben de vriezer nog, hè? Die zit erboven. Gaat het? Ja. Nee. Oh, kijk hier. Nou, dat maakt het niet veel beter. Ik zal het even pakken voor je. Nee. Kijk. Helemaal weggerot. Bleh. Ruik eens. Nee, ik ga weg. Ik ga weg. Bleh. Je moet hem nog een cijfer geven. Nou, ik vind deze wel meevallen nog. Ik denk een zesje. Nou, toch een voldoende. Ja, het is toch een voldoende. Want hij is wel smerig. En wat ik hier ook zie is dat ze altijd hun aanstekers kwijt waren. Dus ze hebben hier een aansteker en die zit dus vast aan een touwtje. Ja, ik weet niet of de stroom er nog op staat.
Het ziet er naar uit van niet. Oh, kijk, ik zie het probleem al hier. Kijk, je moest met een kaart moest je opwaarderen. Dus dan moest je bij de benzinepomp een kaart kopen. Die deed je hierin, kon je hem activeren en dan had je stroom. Ja, en als je hem dan niet had geactiveerd, dan had je gewoon geen stroom. Nee, dan moest je weer naar de benzinepomp om bij te kopen. In Zuid-Afrika hadden we ook dit systeem als erachter. En dan moest de eigenaar van het appartement waar we zaten, moest dan bij de winkel stroom kopen, zo'n pasje, erin doen en dan werd het weer opgewaardeerd. Dus hier was dat vroeger ook. Dus deze man betaalde eigenlijk ja, nog met een kastje voor stroom. Oh, een hele opslag hier. Ja, zo'n opslag. Is het glas of nee, is plastic? Wat is dit ook? Kijk dan, die kunst. Oh. Gadver, twee douchende mannen. Ja, oh, die ene staat te plassen, zie je? Ja. Hij staat te plassen en hij is aan het douchen. Ja, ja. Een plassen onder de douche. Allemaal plastic. Yep. Oh, gelukkig plastic, ja. Bakjes allemaal. Ja, fijne trap dit. Bijna je hoofd. Ja. Dat goed ben je voor dit keer. Is er iets daar? Ja, er is een hele verdieping. Heel veel plastic bakjes, maar ik zal even verder kijken. En? Dus het is wel heel grappig. Want je hebt dus een beetje de voorzolder en dan een kamer en het ligt helemaal vol met plastic bakjes. Oh, dat wil ik eigenlijk wel zien. Ik loop wel even naar boven. Oh, dat plastic, hè? Ja, bizar. En ik ben even boven. Yes. Oh ja, hier, zo. Hallo. Oh, dit is, ik weet niet wat voor bakjes dit zijn. Hè? Oh, cola staat erop. Ander, dieet. Een soort frisdrank dekseltjes. Kijk dan. Honderd, misschien wel duizenden, honderdduizenden van die bakjes. Oh, dankjewel Mark. Oh, viel er iets naar beneden? Ja, viel heel veel plastic op mijn hoofd. Oei. Wow, wat een plastic. Daar zo op, heel de zolder vol met plastic bakjes. Dekseltjes, het zijn eigenlijk alleen maar dekseltjes. Hier zo, bakken vol. En kijk hoe ver dit nog doorloopt. Allemaal plastic bakjes. Hier ook dozen met alleen maar dekseltjes. Hier, dit zijn er ook allemaal dekseltjes. Ook geen bakjes, alleen deksels. Hier waar ik in sta, allemaal dekseltjes. Hier zit in één zo'n ding zitten 900 dekseltjes. In één zo'n doos. Nu weer terug naar beneden. Och, wat een plastic. Pas op je hoofd. Oh ja. Maar het huis heeft ook nog een bovenverdieping. Dat denk ik. Ik heb nog geen slaapkamer gezien, zeg maar. Buiten zou ik bij me vol liggen met plastic bakjes. Ja, garage of zo. Want dat is wel een hele grote soort van garagedeur daar. Dat je met een auto naar binnen kan om plastic bakjes te lossen. Ja, ja, misschien een side hustle hier. We moeten naar boven, hè? Waar is boven? Daar. Huh? In het huis. Oh. Daar zal nog een bovenverdieping zijn, denk ik. Want je moet wel ergens slapen. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, of hij sliep gewoon in de keuken of zo, maar dat denk ik niet. Nee, hier is geen trap. Maar er moet een trap zijn, dat kan niet anders. Ik zag ook wel eens een vogeltje. Een vogeltje? Nee, ik zag een vogeltje. Ho. Nou, die vloog daar ineens. Oh, hier is een trap. En hier links? Gevonden. Ik heb een trap gevonden. De pad vinden vindt een pad. Beter gevonden dan gegeven, denk ik. Precies. Oh, schrok me. Ik zou ook schrikken als ik jou zag. Nee, maar ik schrok in de spiegel. Ik ga even een beetje opruimen hier, hoor. Zo'n beetje, ja. Een beetje vies. Zo. Zo, nu kunnen we er weer wonen. Yes. We kunnen nog verder omhoog. Echt? Oh ja, we hebben nog geen slaapkamer gezien. Nee. Oh. Wow. Ligt ook allemaal sneeuw. Nee, grapje. Nou, dat is schimmel. Oh. Hey, weer naakte vrouwen. Nu naakte vrouwen in plaats van mannen in de douche. Oh, lekker. Kan ik die meenemen? Ik maak even een foto aan. Slaapkamer. Wauw. Slaapkamer misschien van een van de kinderen. Kijk, hier in bed. Allemaal wel zwarte schimmel, dus dat zal niet heel, heel gezond zijn boven je bed. Zie je gewoon ook nog deze hele oude stoof, stook. Oh, je moest dan zelf, zeg maar, je eigen kamer warm maken met hout. Ja, dus als je bijvoorbeeld het koud had in de winter, dan pakte je gewoon je tafeltje, haalde je hem uit elkaar en dan gooide je het erin. Je Billy Ikea tafel ja. Uit elkaar en dan stak je hem erin. Ikea tafeltje van een tientje. Ja, kijk, een wifi code. Ik ga even inloggen. Oh, ja. Ja, ik heb geen wifi. Doet hij het niet? Nee, ja. Geen wifi. Hij is niet beschikbaar. Jammer zeg. Hier hadden ze een gezellig feestje. Gezellig slaapfeestje. Oh, met z'n allen gezellig. Het moet wel dat ze ergens hier nog een kalender hebben liggen of hangen. Je hebt toch geen huis, zeker niet in die tijd, zeg maar, zonder kalender. Dit zullen wel de kinderkamers geweest zijn. En dan aan deze kant, hier zo achter, de kamers van de ouders. En daar zal toch wel ergens een kalender zijn. Hier staat een normale kachel in, zie je? Een elektrische kachel. En dan nog een andere elektrische kachel. Hé, hey, kijk eens. Wow. November 2011. 2016. Wow. Dus sindsdien is het verlaten. Dat is best al lang al, ja. Oh, er ligt hier een trouwring trouwens, kijk. Oh. Hier.
Kijk, een trouwring. Oh, wat lief van jou. Ja, nee, niet van mij. Zijn we nu getrouwd? Je bent alleen maar uit op mijn geld. Oh. Shit, man. Een gold diggers tegenwoordig. Nee, dat is natuurlijk een knelring, hè? Ja. Geen ring. Oh, nog meer vrouwen en een kalender. Hey, ook 2011. Ja. Of die is wel 2011. Ja, dit was 2016. Even kijken wat januari te bieden heeft. Oh. Hey, dan ben ik jarig. Hey, dan heb jij wel een... Welke maand ben jij jarig? Ik ben van oktober. Oh, dan moet ik nog heel ver naar achter. Dat is 10, hè? Ja, 10. 12. Gaat ook lekker met één hand. Daar gaan we. Ben je klaar voor je maand? Ja, let's go. Oh, dat is 7. Hey, bijna. Bijna goed, zag je dat? Of is 10 eruit? Dat kan ook. 8. Dan moet dit 9 zijn. Nee, dan gaan we naar 12. Oh. Je maand is er niet meer. Shit, ik heb bijna een foto gemaakt. Ja. Is er nog een verdieping, of is dit het? Even kijken. Zien we wel nog een wc. Dan ga ik daar niet in kijken. Nee, ik ook niet. We hebben hier een soort kantoorruimte. Een wasbak. Hier kun je video's editen maken. Ga eens op die stoel zitten. Nee, die zit helemaal onder de schimmel niet doen. Dan laten we 2011 weer even achter ons. Shit, man. We gaan weer naar het heden. Ja. Maar er is inderdaad geen verdieping op, want hier is ook een raam naar buiten. Ja. Hup, hup, hup. Wat zal er in dat achtergebouw zijn? Laten we gaan kijken. Ja, het was wel verbonden met elkaar met stroom, ja. Ah, stroom ging wel alle kanten op inderdaad. Hier nog een bouwlamp buiten. Wow, ja. Dat is wel een ingang. Hier hebben ze dan met hout dicht gemaakt. Oh. Oh, nou, tot anticlimax. Hier kun je niet verder, er staat wel een stoel. En toen, een week later, was ik een gezellig dagje met Luc weg. En vertelde hij mij dat deze schuur ook nog helemaal vol zou staan. Dan sta ik weer bij het gebouw waar ik dus net met Tobias geweest ben. En dit keer met Luc, want hij vertelt mij dat in dit gebouw ook nog iets heel vet zou zijn. En dat we dat eigenlijk vergeten zijn. Ja. Dus, zullen we even naar binnen gaan? Zeker. Maar deze deur was toen ook een soort van dicht of zo. Kijk, deze planken lagen erop. En nu staat open. Oh, dit kon je omhoog schuiven. Oh, en iemand dacht, ik schuif dat niet omhoog. Hier is een trap naar boven. Ja, oh, hier is sowieso ook zo'n kaars geweest die ze dan met van wat olie of zo konden laten branden. En een touw als leuning. Er staat daar iets geschreven. Hier in deze hotel bakt men worsten zonder vel. Ze zijn niet te hard of te plat, want ze komen vers uit de gat. Wat is dit nou weer voor hotel? En dit is slaapkamer van blijkbaar het hotel. Een zitplekje. Kijk uit voor het gat daar, hè. En deze gat in de grond. Dus dit is die vette kamer waar we voor komen? Nee, het zit hier achter, joh. Achter? Maar ook daar kijk zeker uit voor de vloer. Hup, nog steeds geen riemsponsor. Nou ja, ik zie het inderdaad, die zit allemaal gaten in de vloer. Oh, dat is een pop daar. Wauw, kijk dit dan. Hierboven, al die hoeden en dan het boerenfront. En hier de bar. Waar je vroeger in dit hotel of wat het ook was, dan even een drankje kon drinken. Ja, dit hadden we vorige keer niet eens gezien. En hier inderdaad van die vaten die van die kunnen draaien. En een poppetje. Een invoerverbod daar zo op de muur. Jezus, zit hier ook iemand? Kijk maar, dat lijkt net alsof iemand gewoon gesminkt is en hier zit. Ik dacht echt, ik word nu in de zeik genomen. Hier zit een man met een ketting. En zijn klompen. Dat is de boer. En dit is 1899. Dat is echt een hele oude kalender. Allemaal dingen van Jezus. Oh, wauw. Kijk hier dan. Dit is zo'n ding waar mensen vroeger kinderen in sliepen. En een hele oude kinderwagen hier. Een heel oud kinderbedje met ook gemaakt van stro. Schoentjes eronder. Dit is het bed. En je ziet hier dus dat het gemaakt is van stro. Hoe mooi is dit? En daaronder legde je dan je spullen neer. Hier was iets van een primitieve kachel. Of je kind waar je niet trots op was, die verstopte ze vaak ook achter zo'n kastdeur. Ja? Nee, het is geen grapje. Dus hieronder sliepen dan de vervelende kinderen? Achter de kind of zo, ja. En dan wist de rest van de familie daar niks van af? Alleen zodra er bezoek komt, dan moet dat kind dus uit zicht zijn, hè? En dan zet ze die in de kast. Het is wel zo. Het is echt waar. Maar vroeger waren ze niet alleen bang voor inbrekers, hè? Nou. Maar ook voor stropers. Slecht. Ja, nou ja, ik vond hem wel grappig. Ik ga even naar deze man even hoi zeggen. In eeuwigheid amen. Daar dan alle verschillende soorten paarden. Echt te bizar dat we dit vorige keer niet gezien hebben. We zijn gewoon langs deze schuur gelopen en terug naar de weg. En blijkt zo'n mooi iets hier zo nog achter schuil te gaan. Dus volgende keer ga ik echt alle schuren checken. Want dit gaat me niet nog een tweede keer gebeuren. Het is dat Luc zegt van, hoe vond je de schuur eigenlijk? Met die kinderdingen en zo. En ik schuur. Ik heb helemaal geen schuur gezien. En blijkt het zo vet te zijn waar we nu ineens zijn.
Wij gaan weer terug naar de bus. Ik hoop dat jullie dit een vet avontuur vonden. Like, abonneer. En ik check jullie bij de volgende video. Laters.